Nou, in deze video zie je hoe het vordert met de verbouwing met de houten vloer links. De kliklaminaat die eruit is gehaald. De groene platen die eronder zaten zijn weggehaald. Je ziet hier de constructievloer op planken. En het vocht wat we al verwacht hadden is dus te zien hier onder de vloer. Dus wat we hebben gedaan, we hebben hem hier ingezaagd, de vloer, precies hier op de balk, zodat hij niet er helemaal uit hoeft. Want daar, bij die kamer en suite deuren en die kassen naast die natuurlijk heel sfeervol zijn, de planken lopen onderdoor. Dus die kun je niet helemaal weghalen, want anders gaan die kasten ook weer weg en dan gaat volgens ook weer het stukwerk weg. En voor je het weet is heel die kamer en suite eruit, terwijl het natuurlijk gewoon heel mooi is met glas en lood. Maar hier zitten we dus echt gewoon in de fundering. We kijken hier onder de vloer naar de andere kant van het huis. Donker natuurlijk. Wat we hebben hier is een balk die een beetje vochtig is, valt wel mee. Maar het probleem is, meerdere, is 1. Te weinig ventilatie. 2. De grond die te hoog is. 3. Deze ruimte en de ruimte naast en de ruimte daarnaast is een onderhuis en er werd geleefd op de eerste verdieping. Dus hier werd nooit gestookt. Daarnaast hebben we hier, wat we heel vaak zien, zijn de schuiframen. De ouderwetse schuiframen die dicht zijn gemaakt. Ook deze, je ziet, ik weet niet of je het ziet, maar die zijn dicht geverfd. Schroef erin en dit zit aan de straat. Dus als je ziet, niemand doet tegenwoordig nog die schuiframen. Mogen ze weer dicht aan de straat. Ook een voorzetraampje voor het glas lood. Zij kan niet eens echt omhoog. En heel vaak zie je die controle, die ouderwetse systemen, die gaan ook vaak stuk. Die moeten echt bijgehouden worden. Dus op zich logisch. Maar vervolgens gaat hier het hele raam dus niet open. Nooit open. De kamer en suite deuren waren heel vaak dicht. Eigenlijk altijd. Dus. Eén ventilatieopening daar rechtsboven. Die komt er ook nog eentje linksboven. Deze ventilatieopeningen met de spinnenwebben, die worden vergroot. Aan de buitenzijde komen roosters. Grond gaan we eruit halen. Best wel, ik verwacht een kuub of 2 à 2,5 eruit te halen. Afvoeren, niet alleen is dat natuurlijk heel een natte grond wat je weg wil hebben. Ook gaan we de isolatiechips erop strooien in een mooie dikke laag van 20 centimeter. Wat mooi is, is dat je hier wel een betonnen funderingsstrook ziet trouwens. Dat is wel goed. Je ziet daar de openingen waar de balken in gezeten hebben. Die hebben we net uitgehaald. Ik wil deze specifiek laten zien. Want dan zie je wat vocht doet. Dit is echt de balk. En als ik hier... Hier kan ik gewoon een stukje balk voor je pakken. Dit... Ik zal hem even in het licht houden hier. Zo, en dit is dus echt gewoon... Dit gebeurt met een balk als je het gewoon een jaar of 20, 30 in het vocht laat zitten. Gewoon helemaal slecht. Door en door doorweekt. Dit is niet van één seizoen in de winter of in een najaar. Maar dit is van jaar op jaar. En dat krijg je dus met die balken. Het zijn ook echt vooral de balken aan de zijkant van het huis. Die was dus slecht. Deze is slecht. Deze is al veel beter. Maar ook daar zie je... Ja, je ziet ook wel spinnenwebben, maar ook wel vocht. Je ziet hier schimmel op de plank. Valt hier nog wel mee. Ik kan hier een voorbeeld geven wat wel ernstiger is. Daar zie je, hele kolonies met bacteriën, schimmels. Werk aan de winkel. En wat we gaan doen is die stappen die ik omschreef. Balken terugbrengen.
En dan weer langzaam het pakket helemaal goed opbouwen. Maar goed, als je ook vocht hebt in huis, optrekkend vocht, vocht ja, van boven niet echt, maar dus echt doorslaand vocht, van buiten naar binnen, optrekkend vocht uit de kruipruimte. Daar maak ik deze video voor om je gewoon mee te nemen in het verhaal hoe het echt zit. En de oplossingen, wat ik zal doen op onze website verbouwkosten, exact de stappen laten zien die je zelf kunt maken om het echt op te lossen, definitief op te lossen. Zoals we hier aan het doen zijn alweer. Niet hier alweer, maar gewoon in een algemeenheid. Want dit is natuurlijk een heel veel voorkomende situatie in Nederland. Helaas, natuurlijk kun je alles eruit halen. Piepschuim erin, EPS, polystyreen, betonvloer en vloerverwarming. Super goede oplossing, maar natuurlijk heel kostbaar. Als je houten vloer deels of helemaal wilt behouden en gewoon iets aan het vochtprobleem wilt laten doen. Daar zijn de stappen voor. Ik zal op de site alle mogelijke oplossingen mooi netjes op een rij zetten. Inclusief kosten van het laten weghalen of de stappen die je zelf kunt doen om het weg te halen. Je ziet ook hier het optrekkend vocht wat in de muur heeft geslagen. En mocht je het zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Leef je mee met ons vochtprobleem hier en waardeer de video met een duim.